Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar weer een kookvideo van Arthur Kookt. Tof dat je kijkt, chill dat je kijkt. Vandaag in mijn tweede video, kookvideo, ga ik laten zien wat je moet doen als je wat over hebt. Wat voor klikje dan ook, laat ik je zien hoe je dat opwarmt en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Doe aan het einde van de video even een duimpje omhoog. Doe even een reactie onder in de comment wat je ervan vond. En ik hoop dat je er wat van leert. Houdoe. Veel kijkplezier. Als je een klikje over hebt, maakt niet uit wat. Dan is het altijd belangrijk om te bedenken, wat voor klikje heb ik over? En hoe kan ik dat het beste verwarmen? Heb je een lasagne of een overgerecht of een ovenschotel? Dan heb je in principe alleen de oven nodig. Als jij iets over hebt, zoals bijvoorbeeld spaghetti, kip curry en nasi, dan kun jij dat het beste verwarmen in een pan met een woklepel of een potlepel. Dus dat heb je nodig. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je kip curry opwarmt. Dat had ik nog over van gisteren. Kijken jullie mee? Het belangrijkste is, als je kip curry of iets anders wil bewaren voor de volgende dag, dan is het heel belangrijk dat je in een bakje doet, zoals hier. Kun je even het kunnen zien. Maar ook folie eroverheen, plastic folie. Dat is heel belangrijk. Dek het strak goed af, dat er geen lucht bij komt. En dan kan je het in de koelkast zetten. Dit kun je ongeveer 1 à 2 dagen bewaren. En daarna moet je het echt wegdoen. Dus heb je het op dinsdag gemaakt, dus de uiterste houdbaarheidsdatum. Is het dan donderdag? Dus je kan het of woensdag nog eten of donderdag, maar daarna moet je het weggooien. Doe je het nou in een vriezer, doe het dan in een vriezerbestemde pakje. Dat ga ik even pakken, want dan weet je ook gelijk wat dat is. Dit is een vriesbestendig bakje, dat kun je ook goed zien. Daarin kun je het ongeveer een maand, anderhalve maand bewaren. Daarna zou ik ook adviseren om het op te eten of het weg te doen. Wat we nu gaan doen, zet altijd, haal het folie er dus, folie heb ik nu afgehaald. Wat we dan nu gaan doen, we gaan het vuur aanzetten. En we gaan de pan gaan we warm maken. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Dan komt er nog olie bij en dan gaan we het in de pan doen. Nou, ik heb nu de olie in de pan gedaan. Als je wil weten om te checken of de olie warm is, dan kun je het beste een pollepel gebruiken. Een pollepel doe je dan met de bollenkant erin. Dan ga je kijken of die een beetje bubbelt. Als dat het geval is, dan is die klaar. En dan is die warm en dan kun je je vlees, je groenten of wat je ook gaat pakken of hokken, kun je erin doen. Op het moment dat je bakboter gebruikt of boter, dan is het de bedoeling dat je het laat bruin worden. En als het dan bruin is, dan weet je dat het klaar is, warm is en dan kun je je dingen erin doen. Zet ook altijd even de afzaagkap aan. Ik zet hem altijd even standje 1. Maar je kunt hem ook op standje 2 of 3 doen. Maar ik zal altijd beginnen met 1. En als je denkt, nee, het is hier iets te veel rook, doe hem dan standje 2, anders standje 3. Ik heb nu net een kip curry erin gedaan. En we gaan heel even kijken hoe dat er dan uitziet. Zoals je kunt zien heb ik de kip curry erin gedaan. Dat moet even lekker warm worden, dat moet goed sudderen. Het moet niet te heet worden, want dan is het, dan gaan alle smaken er weer uit. En dan verdampt alle smaken en de saus wordt dan ook gelijk weg verdampt. Dus het makkelijkste is gewoon om op een laag vuurtje lekker rustig op te warmen. Tot hij gewoon warm is, dat jij hem gelijk kunt eten. Want het is zonde als je hem te eten doet. En als je hem dan niet meer kunt eten, dan is je heel lang moet wachten voordat je hem weer kunt eten, want dat is zonde. Zo, zoals je ziet, ben ik nu aan tafel. Zit ik nu aan tafel met mijn verse kip curry. Dat heb ik vers gemaakt gisteren. Even de kant nog over, dus dat heb ik opgewarmd vandaag. Dat heb je kunnen zien in de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik hoop dat je ook wat van hebt opgestoken. Doe even een duimpje omhoog. Reageer even in de comments hieronder. En dan zeg ik, eet smakelijk. Houdoe. Tot de volgende kookvideo.
vanuit de kookt.